Hallo, hallo en welkom. Welkom bij een nieuwe video op mijn YouTube-kanaal. En wel, vandaag gaan we nog eens knallen met Liquigas Crelan, de Italiaanse-Belgische pro-continentale formatie. Die eigenlijk voor de pro-continentale tour te OP is. Dat heb ik nu ondertussen ook wel al door. We gaan kijken naar het derde deel van de Giro d'Italia. 2 weken geleden kregen we al het tweede deel te zien. En onze 8 Liquigassers zijn nog steeds voltallig van de partij in deze Giro 2020. Waar gaan we vandaag beginnen? Dat is bij etappe 9 van San Salvo. Gaan we 208 kilometer rijden. En oké, u ziet mezelf dus nu in beeld komen. Game commentator LM, dat ben ik dus. Maar we zien ook vooral het bergmassief in beeld komen. Dat betekent dat we naar een stevige aankomst gaan vandaag. De Arem Mogna, dat is de aankomstplaats dus. Het moraal van het verhaal, we zitten momenteel in de kopjes van de Liquigassers. En daar kunnen we heel kordaat op antwoorden. Goed, jawel, heel goed zelfs. Davide Formolo, die is zelfs super happy. Natuurlijk kan ook niet anders. Heeft al 3 keer raak getroffen in de Ronde van Italië. Alleen Brent van Moer, hij is niet tevreden binnen de ploeg. Hij vindt dat hij te weinig koersen mag verrijden. Maar oké. Ik zal hem misschien meenemen naar La Vuelta om te compenseren. We zitten wel bijna in onze vormpiek met Damiano Caruso. Dus dat komt goed. Ik had hem liever vandaag al in een vormpiek gehad. Want je ziet het, hè. Aankomen bergop. Pinot, Landa, Nibali, Yates, Kruiswijk, Lopez, Dumoulin, Pogacar, Fuglsang en Mollema is dan ook het logisch gevolg. Zij zijn de potentiële dagwinnaars. Wij staan op 1 minuut 14. We staan nog zeker onder de mensen. Top 6 in het algemeen klassement is dat. En kunnen we vandaag misschien nog een plaatsje stijgen? Dat zou heel lekker en mooi zijn. Maar ja, oké. We gaan toch echt wel die vormpiek nodig hebben om boven onszelf te kunnen uitstijgen. Gaan we daardoor de roze trein van Landa kunnen aanvallen? Ik denk het niet. Maar oké. Wie weet, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Hè? We gaan in ieder geval meteen in de aanval trekken met deze man. De man in de Maglia Ciclamino. Dat is natuurlijk Davide Formolo. We hadden ook meteen een reactie van Holmes, van Lotto Soudal. En we gaan eens kijken wat de vlucht of de vroege vlucht van de dag zal gaan bieden. Wie gaat nog allemaal proberen meespringen? Ja, misschien moeten wij ook reageren met Van Hoeken. Want kijk eens aan, een plus 4 dagvorm voor de Maglia Azzurra. We zitten niet in die trui, mannen. We hebben hem wel aan. Maar we staan nog altijd tweede in het klassement achter Mikel Landa. Dat zal een heel... een zwaar duel worden natuurlijk, want hij pakt altijd heel veel punten op de aankomst bergop. Wij moeten het met Van Hoeken natuurlijk bij de tussensprinten doen voor de bergtrij. Maar oké, we zijn voorlopig mee, net als Pozzo Vivo, Van der Zande. Ja, Holmes reageerde dus al vroeg, Hagen zit er ook bij. Elossi Gui, Sunderland, Sobrero, Ventoso. Het is meteen een stevige kopgroep van 12 man, ook Hirschi komt er nog bij. Ja, het mag nu wel gaan ophouden, want we willen natuurlijk de punten pakken op die klim van eerste categorie. En dit is de klimmen. De Passo Lanciano, 9,4 kilometer, 9,1 gemiddeld. En het is echt wel een lekkere klim. Eerste categorie, veel punten te sprokkelen. Dus hopelijk komen we hier als eerste door. En de eerste kijkersvraag van deze aflevering. Zeno van Inschoot, wat vind jij een paar echte nadelen aan Pro Cycling Manager? Ja, eerst en vooral de tijdskloven natuurlijk. Ze staan nog altijd niet to the point. Ze zijn al veel beter op Pro Cycling Manager 20, absoluut. Maar er zijn toch nog wat ritten, of vooral profielen van ritten, waarbij tijdskloven niet worden aangerekend waar het echt wel zou moeten. Dus vooral dat. Ander nadeel vind ik echt wel het niveauverschil tussen het tijdrijden en de andere disciplines. Ja, ik vermoed dat velen van ons echt wel problemen hebben met het tijdrijden. Ik pak er gewoon niks van op extreem, zelfs niet met de goede tijdrijder. En als we weer de testsprint pakken, heeft het spel geen nadelen. Kom aan Van Hoeken. Jawel, we pakken hem. Oh, dit is lekker. Voilà. 32 punten erbij geschreven. Harm Van Hoeken. Lekker virtueel in de Maglia Azzurra nu. Ja, het is een beetje raar, want we dragen hem al. Maar ik vermeld het nogmaals. Mikel Landa is momenteel leider in de Maglia Azzurra. Natuurlijk na die bergpunten niet meer. En kunnen we hier op de Bosco di Sant'Antonio nog wat punten pakken. U ziet het, dikke mist troept zich boven deze beklimming van tweede categorie. 1 gorilla verderop in de mist en dat is niet de gorilla. Het is wel de Zwitser van DSM, Mark Hirschi.
En pakken wij er nog punten. Ah, we zijn heel diep aan het gaan. Het tempo van Movistar ligt hoog. Ja, het ligt te hoog. Damn it. Maar toch nog een paar puntjes. Kom aan. Ja, nog een paar puntjes. Dat is ook altijd mooi. Bijna 40 punten voor nu op Mika Landa. Het ziet er goed uit. Tweede kijkersvraag van Jente Lemmes. Wie wint de Strade Bianche in 2021? Ja, ik moet je eerlijk bekennen. Ik heb de startlijst er nog niet echt bijgenomen. Wat het betreft van de komende wedstrijden in real life. Ik weet dat natuurlijk Wout van Aert de Strade rijdt. Maar als Julien Alaphilippe aan de start komt met zijn vorm van de Tour de la Provence, dan gaat er heel weinig aan te doen zijn, vrees ik. Die was daar toch wel al best indrukwekkend goed, vond ik. Maar oké, ik heb geen idee of Julien meedoet. Dus als dat niet is, dan zet ik ook gewoon terug met stip Wout van Aert op 1. Is titelverdediger, zou in principe nog iets beter moeten geworden zijn. En is altijd goed in de strade, hè? Dat heeft hij de voorbije jaren bewezen. En hier zijn ze ook beginnen aanvallen. Ja, op de vreemde slotklim, de Are Mogna, bestaat in twee delen. Een tussenplateau, dat gaan we nu ongeveer gaan krijgen. Het is hier ook aan het sneeuwen. En we hebben uiteindelijk een klim voor de boeg van 8,9 kilometer. Maar oké, dit plateau zit daar ook bij. We gaan mee aanvallen. Jawel, tegenaanval mannen, tegenaanval. Kijk eens aan. Zelfs voor een oldschool player is dit abnormaal. Ja, op een dag moet je de dingen doen zoals ze moeten. Maar ze komen terug. Ja, helaas. Gelukkig hebben we niet echt veel kracht verloren. We hebben op een goed moment de tegenaanval ingezet. En nu gaan we naar het tweede deel van de Are Mogna. En dat is het zwaarste stijl stuk hier. En de mannen versnellen. We gaan ook naar de laatste kilometer. Voilà, we zitten er al in. Het is Lopez tegen Landa en Dumoulin. En als Landa het haalt, zal het niemand verwonderen zeker. Nee, nee, kijk eens aan. Goh, de man in het roze is gewoon buiten categorie. Ja, gewoon echt wel buiten categorie. Wat is Landa goed, man? Oh, damn it. Hoeveelste rit zeggen al? Derde voor Mikel Landa. Ik kan ernaast zitten, maar ik denk dat het zijn derde is. Jawel. Mikel Lopez. Mikel Angel Lopez op 2. Miguel. Moet eigenlijk Miguel zeggen. Ik zeg heel vaak Mikel-achtig tegen Lopez. Dan Bob Jungels. Wederom sterk hoor. Jungels op 3. Man, man, man. En hier is de stand om de Malia Azzurra. Jawel. Landa staat er alweer in. Ha, ha, ha. Maar hij wint ook gewoon iedere aankomst bergop, hè, Mikel. Onvoorstelbaar. Hij is echt wel heel goed. Ja, niets aan te doen aan de kopman van Bahrein Victorious. Caruso was uiteindelijk negende in het groepje van Jungels met ook Nibali, Soler, Zakarin, Dumoulin, Pogacar. Hart verloor wat meer tijd, net als Bauke Mollema en Schachman ook. Dan hebben we nog Fuglsang. Groepje van Fuglsang met Pino. En dit is het algemeen klassement. We schuiven wel op, hè. We schuiven op. Twee plaatsen hebben we gepakt. Dat is mooi. Dat is zeer lekker zelfs. We staan nu op een minuut 46 van Mikel Landa. Ja, hij loopt verder en verder weg. Iedere bergetappe krijgen we een 20, 30-tal seconden meer aan de broek gesmeerd. En Nibali en Uran zijn ondertussen wel al redelijk ver weggezakt. Ja, Nibali wel al gevallen natuurlijk in deze Giro. Daar redelijk wat tijd mee verloren. En dan gaan we naar de volgende etappe. Etappe 10. We zijn bijna halverwege in deze ronde van Italië. Vandaag is het de rit van 177 kilometer. Vooral langs de kustlijn. Dat is altijd leuk voor de massasprinters meestal. Gaan we ook effectief een sprint krijgen in Tortoreto Lido? Ja, dat is de vraag, hè? Want het is een heuvelachtig parcours op het einde. We verwachten vooral Fuglsang, Schachman, Formolo, Garcia, Cortina, Woods, Trentin, Mollema, Pino, Bettiol en Sam Bennett. Jawel, Sammeke. Hij gaat proberen nog wat punten te pakken en een stap dichter te komen bij de Ciclamino, waar Formolo dus aan de leiding staat. Dag voor me, kom aan. Geef ons iets goed. Het is een etappe die Formolo wel zou moeten liggen. Dus vooral dat laatste heuveltje ligt ideaal. Oh, en kijk eens aan. Plus 5 dagvorm. Davide Formolo. Oh, oh, oh.
Dat is wel heel lekker. En wederom in de ontsnapping van de dag. Harm van Hoeken, ja, het is een wederkerend beeld. Iedere etappe opnieuw de strijd aangaan voor die trui. Die blauwe trui kunnen we het vandaag pakken op de Chieti. Oh, het is een stijl ding hoor. 11,3%. Kom aan, we moeten Denisse kloppen. Het is nogthans een sprinter, jawel wel. Hij valt net stil op het einde. Perfect getimed van Harm. En we hebben weer wat punten bijgeschreven. Veel zijn het er niet, maar ik denk ook niet dat Mikel Landa er veel gaat pakken vandaag. Dus ja, het zou wel eens kunnen dat we vandaag wel op het podium gaan verschijnen voor de Maglia Azzurra. Gisteren ging ik ervan uit dat het sowieso ging gebeuren, maar oké, dat was buiten Landa gerekend. En dan hebben we nog een kijkersvraag op deze Colonella. Het is er eentje van Jari. Hoe zit jouw team? Welke renners rijdt voor België en Nederland voor de Olympische Spelen? Ja, dat is natuurlijk een heel moeilijke vraag. Nederland heeft Van der Poel niet ter beschikking. Dus daar moet ze echt wel een team vol vrijbuiters gaan opstellen. Bauke Mollema zou ik persoonlijk daar als kopman aanstellen. Ik denk dat hij een ideale renner is om het op het einde met een aanval in dat soort koersen af te ronden. Anderzijds zou ik een Kelderman, Kruiswijk, dat soort types ook meenemen. Nederlandse renners die ook gewoon goed over heuvels kunnen. Maar ja, inderdaad, een echte afwerker heeft Nederland niet echt. België wel natuurlijk met Wout van Aert. Voor mij de absolute kopman. Maar ja, kan even goed zijn dat Evenepoel de kopman zal worden. Anderzijds zou ik Evenepoel eerder als vrijbuiter zetten, net als Van Avermaat. En dan nog gewoon een stel renners meenemen die goed kunnen knechten. Hè? Die het vuile werk opknappen, om het zo te zeggen. Zoals een De Plus bijvoorbeeld. En Jasper Philipsen zou ik ook meenemen. Ja, ik zou wel eens willen zien hoe ver hij kan komen. Als de koers gesloten blijft, kan hij heel ver meegaan, denk ik. Het is echt wel een sprinter die veel meer kan dan gewoon puur sprinten. Zoals deze rit vandaag in Tortoretto. Dit zou hij ook perfect aankunnen in real life. Kijk eens aan, Formolo neemt Caruso op sleeptouw. Yates is mee, Kelderman ook, maar de rest niet. De rest moet even passen. 22 renners in de groep van de roze trui. Kom aan, Formolo. Caruso moet wel blijven aanhaken. Hè. Hij heeft het lastig hoor. Hij heeft het heel lastig om te volgen. Ja, plus 5 dagvorm natuurlijk, hè, Formolo. Kunnen we daar gebruik van maken? 30 seconden, dat is mooi. Kom aan, blijven geven. En hier geven ze ook wel natuurlijk. Schachman wordt afgelost door Mollema. Ah, Bauke, doe dat niet, man. Ik heb je net zitten ophemelen. En hij gaat al het gat hier proberen dichten. Kom aan, Formolo. Gaan we de seconde krijgen? Het is een vlakke aankomst, hè. Oh, de kans is klein, hè. Mijn ervaring leert me dat je normaal in deze ritten een gat van 20 seconden niet krijgt. Ze gaan hier wel profiteren, hoogstwaarschijnlijk. Ja, Caruso is niet de topsprinter. Nee, nee. Yates gaat er ons opleggen, net als Kelderman. We pakken wel bonies met de derde plaats. Simon Yates, de kopman van Bike Exchange, pakt hem. Hier is Schachman als vijfde. Ja, 13 seconden, oh, die krijgen we niet. Die gaan we niet krijgen. Nee, nee, ik geloof het niet. Ik hoop van wel natuurlijk, maar ik vrees dat de kloof niet zal meegeteld worden. En de ritzege voor Simon Yates. Jawel, jawel. Ja, Caruso. Het was het proberen waard, maar oké. Ik had ook een ritzege kunnen afdwingen natuurlijk met Formolo. Of toch kunnen proberen afdwingen. Maar ja, dan hadden we niet geweten of we deze tijdskloof zouden kunnen realiseren. We staan wel op het podium voor de Maglia Azzurra. Eindelijk. Mikel Landa heeft die trui gekregen. En natuurlijk Formolo ook nog steeds in Chiclamino. En inderdaad, geen seconde kloof tussen Formolo en Schachman. Ja, jammer. Typisch Pro Cycling Manager. Oké, het blijft wel zo, hè. Dat vind ik dus inderdaad een nadeel, hè, aan PCM. Het is jammer, want ik had heel graag die 13 seconden erbij gezien. Want dan waren we over Lopez gewipt, denk ik toch. Ja? Misschien toch niet, nee. Nee, oké, we waren niet over Lopez gewipt, maar zwart. We waren wel wat dichter gekomen natuurlijk bij de leider Mikel Landa. Etappe 11 in deze Giro. We gaan wederom vertrekken aan de kust. En dan gaan we binnenland intrekken. Of misschien ook niet. Ik heb er eigenlijk geen flauw idee van of we naar het binnenland trekken in deze rit.
blijven in ieder geval wel heel lang aan de kustlijn. Nou oké, okay. Het zal wat hetzelfde worden als gisteren, nog vlakker zelfs. Voilà, Rimini, daar is de aankomstplaats en we zitten in onze vormpiek. Jawel, voilà, Damiano Caruso, het is gebeurd. We zitten erin. Hij is gelanceerd, meteen een plus 3, maar oké. Okay. Deze rit gaan we daar niets kunnen mee doen. Het zijn vooral Bennett, Viviani, Ackermann, Caviria, Mochetti, Jacobsen, Nizzolo, Colbrelli, Hodge en Bauhaus die hier deel zullen uitmaken in het kransje der kanshebbers op de ritzegen. Of u weet, de vlucht van de dag, hè. Wie gaan we erin steken, ja. We hebben redelijk wat goede dagvormen, hoor. Kijk eens aan. Formulo, plus 4. Van Hoeken, plus 2. Colbrelli, plus 5. Wow, dat is lekker. We hebben ook een plus 1 op Viviani. Een plus 3 op Caruso. Dan de min 2 op Bagioli en Haru. En de min 1 op Ilan van Wilder. Jawel, Ilan is er ook nog steeds bij. Van Wilder doet het best wel goed, hè, in deze Giro. En we zitten in de vlucht van de dag met Formulo. We achten ons geen kans in de massasprint, dus we gaan het op deze manier doen. Voilà. Dus sprint 1 is in ieder geval al meegepakt. En op deze manier kunnen we Bennett grotendeels afhouden. We verwachten toch dat Sam straks gaat winnen. Hij is duidelijk de snelste sprinter momenteel in deze Giro d'Italia. Maar wie weet, misschien dat Ackermann of Viviani hem toch eens kunnen kloppen. Maar voilà, de tweede tussensprint is ook voor ons. 141 punten. We lopen verder weg van Yates en Jungles. Maar oké, okay, uiteindelijk Sam Bennett. Dat is het richtdoel, hè. De vergelijking. En we krijgen hier nog een kijkersvraag in deze etappe. Het is het eentje van Seppe Duchateau. Wie denk jij dat dit jaar de Tour de France gaat winnen? Wel, ik vind dat een extreem moeilijke vraag, Seppe. Ik zou het begot niet weten. Ik hoor uit de entourage van Pogacar dat hij beter bergop rijdt dan ooit. Dus misschien Poggyboy opnieuw op 1 zetten. Maar het is een heel vreemde Tour de France. Hè. Weinig aankomsten bergop, dus er kan heel veel gebeuren. Als er in een tijdrit iets tegen zit voor een bepaalde klassementsman, dan kan het wel eens zijn dat hij die tijd niet meer gaat kunnen goedmaken. Dus ik denk dat we een atypische Tour de France gaan te zien krijgen, ook met corona natuurlijk. Die testing gaat er nog altijd zijn. Dat gaat voor stress zorgen bij sommige renners. Maar ja, als ik er echt één moet uithalen dan om op safe te spelen, dan zou ik Pogacar zetten. Maar ik denk dat er dit jaar misschien toch wel wat meerdere kanshebbers zijn. Omwille van het parcours. En wij gaan ondertussen naar de laatste 3 kilometer in deze rit. Rimini komt eraan. En we zijn de trein aan de bouwen nu met Formulo. Viviani zit klaar. Plus 1 dagvorm. Colbrelli plus 5. Dus kom aan. Misschien zit er vandaag wel eens in met Sonny. Kunnen we Bennett kloppen? Ja, die zit hier ook te volgen in het wiel van Trek. Ah, waarom? Mochetti trekt gewoon de sprint aan voor Bennett, of wat? Ja, zo lijkt het wel. Viviani nu voor Colbrelli. Nu komen wij met Colbrelli. En Bennett is al weg. Bennett als een raket. Colbrelli. Ja, nee, we raken er niet aan, man. Ja, we komen nog iets terug. En Trentino ook. We worden derde met een plus 5 dagvorm met Sonny. Oké, okay, 77 sprintstat. Dan een plus 5 erbij. Het volstaat niet om Bennett te kloppen. Het zal er waarschijnlijk ook gewoon niet in zitten in deze Giro. Voor de rest, onze ploeg wel goed gepresteerd collectief. Bijna alle renners in de top 25. En dit is het algemeen klassement. Daar verandert er eigenlijk niks in. Ja, oh, spijtig. Oh, Bennett, man. Er valt niks aan te doen in de massasprints. Hij is gewoon 5 km per uur sneller. Als hij echt onder snelheid is en je hebt nog geen terrein op hem gewonnen, dan is het echt gewoon onmogelijk. Tenzij met een super slechte dagvorm en wij nog eens een plus 5 op Colbrelli. Maar ik vrees dat er niet echt meer gaat inzitten op Sonny. Dag 12, 204 kilometer en echt wel een etappe die stevig in de benen gaat kruipen van de renners. Je ziet het, we gaan daar echt wel een gedeelte in dat bergachtig is. Op het einde wordt het wel weer vlak, dus daarom worden vooral Schachmann, Fuglsang, Pinot, Landa, Nibali, Mollema, Pogacar, Dumoulin, Formulo en Uran verwacht. Oké, okay. Het is een mix dus tussen klimmers en punchers.
En wat gaat het voor ons worden? Alweer van hoeken meegestuurd, ja. We staan eerste in het bergklassement, maar het is met 2 puntjes voor op Mika Landa. Dus we moeten vandaag ook sprokkelen, hè. Er liggen heel wat klimmetjes, heel wat punten. En op de San Mateo gaat het al meteen lukken. Of gaat Visconti nog moeilijk doen? Ah, het is Van Hoeken. Jawel, het is Van Hoeken. Voilà. Goed gedaan, Harm. En de klimmen erna worden wederom een strijd. En het is vooral Visconti die heel gedreven is. Kijk eens aan hoe snel hij hier gaat aanvallen. Op de Barbotto. Klim van 11%. Ja, het zijn kleine muren, hè. En hier gaan we Visconti, ja, net niet kloppen, nee. Man, 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 doe niet zo moeilijk, jong. Onze vriend van Vini Zabu. Ondertussen hebben we nog wat vluchters erbij gekregen. En het zijn de mannen van NTT die ons nu het leven zuur maken. Nee, ook hier komen we niet als eerste boven. We hebben nog niet echt veel punten gepakt vandaag. Omdat we telkens worden geklopt om de tweede of derde plek. Alleen op die eerste klim hadden we wel de punten, maar oké. Dat waren waarschijnlijk de minste van de dag. Maar hier zitten we wel voorop. Dat is goed. De meeste punten liggen hier in klim van tweede categorie. De Madonna di Pugliano. In het begin het stijlste. En daar zijn we ook gaan demareren. En we gaan ze pakken. We gaan ze pakken. Ja, ja, voilà. Voilà, voilà. Van Hoeken is echt wel een dikke rit aan het rijden. En ook hier gaan we aanvallen. De San Giovanni. Op de momenten waar we de punten moesten pakken, hebben we ze uiteindelijk wel ook ongeveer gepakt, hoor. Dus we zijn wel stevig terug aan het weglopen. En Hirschi heeft het moeilijk. Oh, Mark Hirschi heeft het moeilijk. We zijn nog met z'n vijven. Visconti, De Marchi, Conti en Hagen. En natuurlijk Van Hoeken. En 3 Italianen, een Noor en een Belg. En gaan zij hier moeilijk doen? Jawel, zij gaan hier ook proberen de punten weg te kapen. Oh, we zijn wel diep aan het gaan nu, hoor. De gele balk is weg. De rode balk ook zo. Ja, we gaan weinig punten. Nee, we gaan er geen pakken hier. Maar blijven aanklampen. Blijven hier aanklampen. Het is nodig. Jawel. We blijven aanklampen. En het gat met het peloton is nog best riant. Ik denk dat het 1 minuut of 5 bedraagt. En dan gaan we naar de laatste 10 kilometer. We hebben wat kunnen recupereren, maar het is Conti die het nu probeert. Ja, wij gaan het niet dichtrijden. Nee, nee. Dit is niets voor Harm. Heeft die stats niet, heeft die capaciteiten niet. Dus we gaan het overlaten aan Hagen, Visconti of De Marchi. En hopelijk gaan ze dichtrijden. Kom aan, pak Conti terug. De man van UAE. Allee, mate, vrienden. Ze zijn het aan het dichtrijden, hoor. Ja. Die seconden gaan terug omlaag. Ah, ze schommelen een beetje. 15 seconden nu. We gaan volgen in het wiel. Ja, Visconti is in principe de snelste op papier. Het peloton komt niet terug. Nee, deze mannen gaan strijden om de dagzegen. Maar is het voor Conti? Komt er nog iemand in de buurt van Conti? Ah, kom aan. De Marchi gaat dichtrijden. De Marchi rijdt het dicht vlak voor de laatste kilometer. Wij gaan nu de sprint in. Het is van ver. Het is van ver. Van Hoeken. Van Hoeken. Oh, hij gaat het afmaken. Oh, kijk eens aan. Bam. 62 sprintstijd tegen Visconti 70. Adieu, Visconti. Adieu, Giovanni. Hier is Harm. Hemels. Hemels. Lekker, man. Harm van Hoeken pakt zowaar zijn eerste rit van het seizoen in de Giro d'Italia 2020. Oh, what the fuck. Hemels, lekker. Harmke, 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 wat doe je nu, man? Oh, deze had ik even niet verwacht. Het was vooral een strijd om de bergpunten. Op de belangrijke momenten ons zelfs volledig leegrijden om die punten. Maar het feit dat we gingen overleven tot aan de streep en het zelfs gingen afmaken, nee. Damn, Van Hoeken. Knap, man. Schitterend. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Een kleine apotheose midden deze aflevering. Ja, het moet allemaal kunnen. Het moet allemaal kunnen.
En dan gaan we over naar de orde van de dag, of de orde van de aflevering terug. Etappe 13, Monselice, en kijk eens naar het profiel. Fuglsang, Schachmann, Formolo, de topfavorieten, Garcia Cortina, Mollema, zit hier zeker ook maar bij. Gaan één van deze mannen hier winnen? Voor ons zou het de vijfde ritzege zijn. Hè. Formolo heeft er al drie gepakt, van Hoeken gisteren de vierde. En wij gaan het op deze manier proberen bij de eerste sprint. Ja, de vlucht van de dag heeft geen vrijgeleide gekregen. De Koenig heeft alles plat gecontroleerd. En we proberen het nu met een aanval. Morkov komt nu opzetten. Visconti is naar ons wiel gesprongen. Ja, gaat hij de punten wegpakken voor onze neus of wat? Kom aan, Formolo. Ah, we zitten aan blok. Ja, ja, Visconti gaat er ons net op leggen. Ja, net wel. Jammer. Pakken wel een paar puntjes tegenover Bennett. En Thibaut heeft ook nog een kijkersvraag. Stel, er zijn meer tijdritkilometers in de Tour. Is het dan niet slimmer om de Tour te rijden voor Remco? In real life sowieso. Hè. Ik denk dat wat momenteel alles vrijgegeven is en gelekt is van de Giro d'Italia, zouden er in principe een proloog en een slottijdrit zijn en tussenin geen tijdritten. Dus dan vermoed ik dat de Tour de France meer tijdritkilometers gaat hebben in 2021. Anderzijds, ja, is het voor Remco zo verstandig om te starten in de Tour op zijn leeftijd? Er komt veel druk bij kijken, hè, bij het grootste mediacircus ter wereld, of toch wel ter wielerwereld, niet ter wereld. Daar zijn de Super Bowl en andere toestanden nog immenser. Maar deze zeven mannen zijn wel weg. Deze zeven mannen zijn net weggereden op dat tweede knikje van derde categorie. Het is Formolo, Caruso, Van Hoeken, Fuglsang, Mollema, Woods en Jungels. En in de achtergrond valpartijen nu hoor, met Viviani onder meer. Maar wij gaan hier doorzetten. Formolo met de aanval en Fuglsang laat hem rijden. Dan krijgen we een reactie van Mollema, jawel. Die gaan we proberen volgen met Caruso. Nou, ze zijn hier het gat aan het dichtrijden. Ze zijn het gat aan het dichtrijden. Yates met Landa onder meer. Ja, het gaat ons niet lukken. Wederom geprobeerd seconden te pakken op Landa met Caruso. We gaan wel door met Formolo. Ja, Mollema gaat er dus naartoe, zoals gezegd. Fuglsang gaat het toch ook nog even proberen. Kom aan, Caruso. Ja, Bauke gaat erop en erover. Hè. Dat is een gekende stijl, zelfs PCM kent hem al. Ja, tegen die acceleratie konden we even niet volgen met Formolo. Fuglsang nu. Ah, kom aan. Kom aan, Jacob. Ja, Caruso moet eraf. Die wordt zo meteen gepakt door Schachman en co. En we zitten stilaan naar de laatste kilometer toe te rijden. Kom aan, Fuglsang. Hij krijgt het niet dicht. Nee, hij krijgt het niet dicht. We hebben ook niet meer veel sprinten. Nee, nee, nee. We gaan nog een poging wagen, maar het is voor Bauke Mollema, etappe 13. Ja, sterk gereden. De kopman voor Trek Segafredo. Fuglsang is uiteindelijk derde na Formolo. En dan hebben we nog Caruso op een mooie zesde plaats. Maar helaas, wederom geen seconde kunnen pakken op Mikel Landa. Ja, hij blijft onverslaanbaar hier in het rood zitten. En we komen op het podium, heb ik dat net goed gezien? Ja, niet op dit podium met Van Hoeken. Daar hebben we nu een mooie voorsprong. Maar volgens mij zag ik Caruso op plek 3 staan. Wat is daar gebeurd dan in de top 10? Ja, op extreem. Toch nog even ter bewijs voor diegenen die eraan twijfelden. Het is al lang geleden, hè, dat ik extreem nog in beeld heb gebracht. Toch zeker in deze aflevering. Mollema wint dus. Formolo. Dan Fuglsang, Akkerman, Trentin, Caruso. Colbrelli vonden we daar ook nog dicht bij de top 10. En wie is er weggevallen uit de top 10? Nou, veel renners samen. Dens heeft opgegeven. Kruiswijk. Oh, Tom Dumoulin. Tom Dumoulin. Wow. Hij is gevallen dan. 13 minuten 40. Damn it. Waar is die gevallen? In de afdaling van dat eerste heuveltje dan? Of er zelfs nog voor? Kan al bijna niet anders. Ja. Hij is degene die is weggevallen uit de top 3. Wow. Tom Dumoulin. Met de tijdrit was hij sowieso de grootste concurrent van Mikel Landa. Amai. Heeft de Spanjaard van Bahrein victorious geluk, zeg. Tom Dumoulin is gevallen in etappe 13. Zonder medeweten van mezelf. Ik heb het toch niet in beeld zien komen. Of ik heb ernaast gekeken.
Hij staat nu 17e meteen op 14 minuten 42. Ja, toch wel een serieuze verrassing aan het einde van deze aflevering. Voilà, we zijn er volledig door. Bedankt om te kijken alweer naar het derde deel van deze Giro d'Italia met Liquigas-Crelan. Nog steeds niet in de buurt van de Maglia Rossa gekomen, maar we hebben wel nog steeds die Maglia Ciclamino en de Maglia Azzurra. Bedankt, tot de volgende. Bye bye. Ciao ciao.